Het is zondag en vandaag gaan wij naar de boerderij birthday party van Jackie. Dat is het dochtertje van Emma en Vincent. Daar gaan we zo meteen heen. Ik heb net gedoucht, eventjes ontbijten, even een cadeautje inpakken. En dan gaan wij die kant op. Het is mijn kinderboerderij, dus dat is super leuk. En verder gaat voor vandaag de hele dag thuis werken en filmen. Wat is er met het gordijn? Wat? Oh, dat is een slipper. Joh, ik zag het niet goed. Ik dacht, hè? Maar sowieso, wat? Wie heeft hier zitten spelen? Oh jongens, ik moet zeggen, we waren een beetje bang dat ze heel veel aan de gordijnen zouden hangen. Is ze, zeg maar, ze hangen er niet hoog in. Het is niet dat ze hier hangen, maar ze spelen daar. En iemand commentte laatst, ik kan zo genieten van dat gordijn wat echt precies een centimeter boven de grond hangt. Ik ook, elke dag. Elke dag kijk ernaar en denk ik, oh, heerlijk. Ik heb me opgemaakt en ik ga me even omkleden en dan gaan we er vandoor. Dit is mijn outfit of the day, mijn favoriete trui in the whole wide world. Ik link hem hieronder. Deze broek en deze schoenen heb ik heel lang niet meer aangehad. Maar die zijn een beetje soort van vies aan de voorkant. Ik moet het een keer gaan schoonmaken met dat spul wat Foef gebruikt. Maar aangezien we naar de kinderboerderij gaan, mijn sokken steken wel heel erg uit. Misschien doe ik even andere sokken aan zo. De geur die ik op doe is Tiffany's. Deze staat nog aan van gisteren joh. Helemaal vergeten. Dan heb ik die kaars wel uitgedaan, maar deze niet. Kijk dit. Dit is toch leuk? Ik zou er zelfs mee spelen nu. Oh. We zitten in de auto, de zon schijnt zo wel. Hey Lee! Hey! Happy birthday! Oh! Hallo! Oh! Ga je vloggen? Lynn, iedereen vraagt elke dag of je al een baby hebt. Nope! Nope! Wij zijn weer thuis. Foefje zit daar. Ik ga hier editen. Alles wat ik gisteren heb gefilmd, ga ik editen. Ik heb even kijken hoor. 1, 2, 3, 4 video's om te editen. Ja, dus dat ga ik doen. Oh, en de vlog morgen. Nee, die heb ik al af. Die heb ik gisteren nog gedaan. Ja, 4 video's. Let's go. Dit is heel leuk, we hebben altijd zo'n ding dat als de ander gaat filmen, dat de ander gewoon weggaat. Dus mijn lieve Foef hier, die gaat nu weg. Die gaat lekker boven editen ofzo. Maar ik moet hier editen. Nee, dat hoeft niet. Ik hoef ook nooit hier per se te editen. Nee, dat is waar ik al boven. Maar we moeten het bureau boven gaan zetten. We moeten... Daarom wil ik op zolder een kantoording. Wat? Wat doe je nou? Wat? Ja, je wil boven. Nou, dan ga je toch naar boven. Nee, maar ik heb geen bureau. Jawel, dat is twee zelfs. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Een bureau. Oh, ik ben bobblehead Foef. Misschien moeten we een bobblehead van je maken en die in de shop gooien. Bobblehead van jou. Dag bobblehead. Dag. Bobblehead. Er is er één aan het werken, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, Foef is aan het werken. Ik dacht dat je met een verrassing kwam of zo. Ik dacht wat. Oh, gossie. Oeps. Surprise. Surprise. Oh nee, die heb je van Ella gekregen. Ja, dat is echt heel zo'n gemeen. Zo'n leuk ding. Dat heb ik er van Ella gehad. Het is zo'n pittenkussen. En dan warm ik op en ik gebruik het echt gewoon bijna elke nacht om mee te slapen. Omdat het lekker warm is. Ja, dit is like seem the third. Ja. Ik weet niet wie de second is, maar dat maakt niet uit. Laat dat maar niet meer horen dat zij... Nee, dit is nee, dat zei ik niet. Never. Maar Nies is the first. Nies de queen. Nies de queen. Hij is de prins. Zie me zijn prinsje. Ik weet niet wat jij dan bent. Ik dacht dat jij een queen was. Maar oké, jij bent mijn queen. Mm. Ik heb twee queens. Twee queens? Twee queens. En dan de pittenkussen. Heeft ook wel. Een soort unicorn. Het is een unicorn. Het is net als mijn Nies. Ja. Mijn Nies is inderdaad special unicorn. Ja, special unicorn. Dat is bijna een unicorn. Nee, dit is gewoon heel pretty. Dit is super pretty. Net magical, maar niet. En de magical Foef.
En de magical neus. Wat? Nou! Er zit niks in de neus. Waarom zit dat in je neus? Oké, er zit niks in je neus. Dat is waar. Maar nu zit er krullen weer weg te wassen. Dit is dus hoe langharig. Of nou, ze is niet helemaal lang haar, maar hoe zij zich wassen. Best wel. We moeten best wel lange halen. Of hoe zeg je dat? Lange. Ja, banen wassen. Omdat dat haar zo lang is. Hier, let op. Als ze dit was. Dan moet je dit wassen. Ze is aan het spinnen terwijl ze zichzelf aan het wassen is. Niet een diva popje. Ja. Sushi, de Rangiers zijn op bezoek. Hallo. Ze samen sushi eten. Japan crew is sushi aan het eten. Oh. En cakejes maken voor bezoek. Dit is diva Rutger. Of de ding wassen. Je zag die andere 94. Dit is goed. Hallo. Yo. Je had die 97 met andere 94 ook gezien, toch? Tummy padding protocol. Raw belly, endure blood and agony. You and me. Laat je ze meekijken. Ja. Wie is er? Dana? Dana, je bent. Nee, ik heb al gepakt. Nothing. Ik voel dit gewoon. Ja, is niet slecht. Wat is er? Fever. Je wil een fever van mij? Yes. Ja, komt niks. Ik moet iets geven. Grijze kaart. Ja, maar die grijze kaart zijn juist handig, want die heb je juist nodig. Ja, daar kan je ook echt wel mee. Precies. Oh. Hè? Nope. Sorry. Nope. Hij werd een beetje nu is het klaar. Ja, hij wordt nu klaar. Hands to yourself. Wat, Faber weer? Mm-hmm. Ja, wat is hieronder dan? Oh. Even serieus! Nope. Fuck. Okay. Ik was zo close. Nu ben ik ook nieuwsgierig. Nu ben ik van Mashoka. Ja. Hoeveel nope zal ze hebben? Mooi. Ik weet wat het wel moet zijn. Mm-hmm. Nu is het wat er gebeurt. Attack. Dat is een taco. Oh, sorry! Wanneer is een taco zo power? Taco! Rangiers in huis, we hebben net Exploding Kittens gespeeld. Het is echt zo'n ontzettend leuk spel. Ik kan voorstellen als je het kijkt, denk je, hoe gaat dit? Hè? Maar als je het kent, dan ja, het is zo, zo fun. Ik zat sowieso te denken, omdat er natuurlijk best wel veel spelletjes spelen en zo, is niet leuk om een keer. Ja, ik weet niet. Ik dacht, ik kan een video maken over mijn favoriete spellen. Of ik kan een spel uitleggen. Of, weet je wel, laten zien hoe we dat spelen. Het enige is, bij heel veel spellen moet je met meer mensen zijn. Dus dat is nog een soort van dingetje. I don't know. Vinden jullie dat interessant of niet? Want wij hebben echt wel een paar soort van topper. Ja, het lijkt me zo leuk om een soort van favoriete spellen te laten zien. I don't know. Laat maar weten als jullie het leuk vinden. Ik ga slapen, het is veel te laat. Foefie ligt op bed. Oh. Goed. Wel rustig, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.